Vandaag heb ik voor jullie weer allemaal bonusracen van verschillende streams bij elkaar geplukt. En dan kun je gewoon in één rikketikkie races kijken. Dus als je verveel, enjoy een lange video met alleen maar lekkere races. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. En enjoy de video. Oké, nou daar gaan we jongens. Dit kan niet anders dan leuk worden. Alleen de raketjes die er liggen mag je pakken. Ja. Och, deze scheidrace. Ja. Ik heb wel wat keer gedaan, volgens mij. Ja. Dat zou zo kunnen, joh. Ik weet het niet. Nou, oh, deze ja. Ja. Wat, ik spring eruit. Hoe kan dit nou weer? Oh, wacht. Turbo is ook schieten. Dat is wel ideaal bedacht. Ik helemaal die raket pakken. Voor niks. Nou, ik zie geen raketjes liggen hier. Jawel, al... ik heb al raketjes gepakt. Dus... Maar iedereen houdt zich er nog aan. Heetje, dat is bijna te netjes voor woorden, man. Kwam de raket al op mij af? Zoals wat is worden. Toekomst? Dat was geen raketje. Dat was geen raket, Toekomst. Dat was een raket. Nee, dat was geen raket. Dan moet je even kijken. Dat was een raket, hoor. Ja. Dat is geen raket. Ik ben een checkpoint. Chinees. Ja, dat is ook geen raket. Chinese vriezen gebruikt dan weer geen raket. Oh, 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 ga goed. Gaat lekker. Holy shit. Even kijken, de helft gaat naar links en de andere helft gaat naar rechts. Dus dit gaat helemaal goed komen. Dit wordt leuk. Dit is de vlam in de pijp. Alleen het leuke is dat hier nu mensen elkaar tegen gaan komen. Er leggen ook al proximity mines op te werpen. Ik wil hier niet te lang stilstaan, maar gewoon rustig doorgaan. Hoppa! Happy-go! Ik vind het nog steeds knap dat bijna niemand proximities gebruikt. Nou ja, Chinees. Holy shit. Ja, Chinese vriezen natuurlijk wel, maar ja, die... Er zijn ook mensen met een beperking, daar moet ik respect voor hebben. Sorry, Chinese vriezen. Grapje hoor. Kun je niks aan doen namelijk. Maar we bedoelden het wel zo. Ja, we bedoelden het wel goed. Op vriendschappelijke manier bedoelen we het wel, hè? Are you sure? Ja. Oké. Okay. Nice, Jenske! Ik vind het ook zo mooi dat iedereen die raketten schiet, maar die turbo gaat dan af, zeg maar. Dat zit dezelfde knop op de PC. Oké. Okay. Tuurlijk sta ik even weer eerst en dan gaat alles weer fout. Ja, tuurlijk. En jij bent ook te goed. Oh, dat hoorde ik. Oh my god, jongen. Ik heb hem nog. Ik denk ik deel het even mee. Ja, ik niet. Ik zal mijn bommen hierin ontploffen. Het zijn geen raketten die ik zie, hoor. De helft die gebruikt allemaal bommen, ja. Ja, ik kan toch niet. Zullen wij dan ook maar bommen gebruiken om gewoon cool te doen? Nee, dan moet je wel een eigen afspraak aan. Ja, dat is waar. Ik ben gefinished, hè. Dus mij niet bellen, hè. Waarom staan hier mensen stil? Kai? En Toon? Of nee, Kai en... nog meer. Dat is Kai. Oh, Kai? Yo, Balzak. Yo, Daan Rutte. Maar die andere auto is Michael, leeg. Michael, dankjewel voor de 300 bits. Oh, die is leeg. Ah, en hij gaat er gewoon cool bij staan. Gewoon van, kijk mij. Ja. Nou, dan ga ik bij Toekomst kijken. Want Toekomst is echt gewoon dit... Jongens, aanschouw de toekomst. Dit is het dan, hè. Dit is waarvoor jullie bestaan, let op. Dit is waarvoor je het doet. Oh. Geen finish, helaas. Zie je mijn bom daar liggen? Nee. Oh, we zijn bij een plot. Mijn auto, mijn internet viel uit. Ai. Als je zo moe bent, waarom ga je dan niet gewoon naar bed? Ik ben niet moe. Je bent niet moe? Ja, nee. Make that cut wise. Je bent fit? Het is nog geen 1 april. Dus je bent gewoon fit. Hey, dit zijn wel de nieuwe Rockstar races, hè? Dus dit wil je wel meemaken. Oh, dit is een Rockstar race. Ja, dit wil je meemaken, brandweer, dus ik snap het wel. En aangezien jij niet moe bent, dan kun je best wel eerste worden, want je bent gefocust. Kom jongens, gas op die lolly. Hoppa! Waar heb je brandweer dan? Nee joh. Wat is in de lucht? Kan ik niks aan doen? Ja! Natuurlijk bug Chinese vriezen weer, want die kan het niet eerlijk vinden. Echt waar. Ja, die had verkeerde persoonlijke gedachten waarschijnlijk. Is te hopen dat die gozer mij nooit in het echt tegenkomt.
Nou ja, Casper kan hem misschien meenemen een keer naar het bowlen de volgende keer als aanhang. Oh. Neem een keer mee, Casper. Dan hang ik even een grote vleeshaak door zijn keel heen. Een vleeshaak door zijn keel heen. Dat is wel gezellig. Oh, vind je dat ook leuk, Casper? Ken je nou mijn koentje? Ja, zeker. Ah, kijk, vandaar dat je... Maar geef elkaar toch toestemming daarvoor? Ja. Dit is echt echt apart, jongens. Jij, er zijn ook drag races, moet je zelfs schakelen. Is niet heel interessant, maar kunnen we een keer doen. Hoe kun je die starten? Gewoon ergens in de Vriro? Casper, jij weet alvast. Wat? Hoe je een drag race moet starten. Niet zo gauw. Nou, laat het maar even weten, jongens. Hoe moeten we een drag race starten? Waarom hebben we geen slipstream? Ja, die is er wel slipstream. In de buis. Oh, niet bij mij. Niet bij mij, ik ga het niet hoor. Hey, Robin. Hey, toekomst. Ben je oranje tegenwoordig? Ja, ik pak af en toe verschillende kleuren. Oh. Ja, ook kom maar even voorbij hoor. Yo. Het is af en toe wel leuk, even wisselvalling. Casper, hoe ga jij zo hard? Ik heb een custom ding. Ja, maar daar zit ook niet een klein beetje verschil in. Oké, de volgende race doen we geen customs. Oh. Er zit echt een mega verschil in. Ah ja, nu heb ik wel slipstream. Slipstream. Wat doen leggen we toekomst en Robin niet zo ver voorin joh? Ja, die zijn goed hoor. Echt heel goed zijn ze. Ik heb ook custom, maar ik lig 14e. Ja, Hugo is minder goed. Casper, cheater. Bedankt, Jos. Cheater. Maar hoezo ben jij opeens oranje toekomst? Dat is de kleur van Robin. Ja. Ik ben wisselvallige kleur. Mensen. Ja, dat moet je niet doen. Je moet gewoon je vaste kleur houden. Dat heb ik niet. Jos! Ja, die moet je kiezen. Iedereen heeft net zijn kriegenkleur veranderd. Oh, maar dat meen je niet. Ja, ik heb een andere kriegenkleur. Oh. Jij bent geel. Hè? Jij bent geel. Ja, maar ik was ook groen. Nee, dat is Mark. Mark is groen. Ja, ik was groen. Maar Rob ik is lichtblauw. Techno is paars. Techno is altijd paars. Zo! Oh, dat was Jos even, hoor. Sorry Jos! Deze hey, Hugo. Mini die is groen, maar... Ja, met de mini maakt niet uit. Maar gewoon de Krieger. Hey Casper, wat doe je? Ja, ik kreeg er even een setje op. Ah, vind ik niet leuk hoor. Dan ga je wat sneller. Ik zal toekomst even een zetje geven. Ik heb Chinese vriezer en die trekken heb ik even van de baan af gejankt hier. Zo! Kom even voor mij. Knoepets. Hey, ik ben de enige zonder custom car hier, of wat? Nee, ik heb ook geen custom. Ah, oké. Okay. Ik ga nu echt mijn best doen. Jos. Oh, Jos. Jos is pro, hè? Ja, Jos, je reed een beetje in de weg. Ik raakte net Jos toen ontplofte die. Ik weet niet hoe dat gebeurde, maar dat was wel leuk. Kijk, ik maak nog kans om eerste te worden, maar dan moet ik even deze jongens inhalen. Holy. Oh. Casper. Doei, drinken. Ja. Pizza weg. Oh, kom maar. Is je pizza weg? Brandweer? Ja. Geef die pizza even terug aan Hugo. Je hebt er al één op. Moet ik weer derde worden? Onbegrijpelijk dit. Ik heb een cake, hoor. Een custard... Wat is een custard cake? Ik ben misschien dom. Wat is een custard cake? Weten jullie het, jongens? Is dat niet iets met citroen of zo? Ik weet niet. Is dat niet gewoon een grote bom in een stukje cake? Dat zal wel. Is het niet gewoon een dik space cake? If there is one individual GTA Online drag race you want to take part in rather leaving a random slide in the lobby, play jobs, Rockstar created race 10, pick by the following one. One of the following. Oké, Vlodder, maar dan het belangrijkste mis ik nog. Dat is met een suikerschepje in het midden. Suikerschepje in het midden? Dat was niet recht, hè? Dus je hebt gewoon een normale cake van de Action en dan doe je dan gewoon een schepje suiker boven. Ja, je slaat er zo even zo'n gat in zo met je vuist. En dan gooi je een schep suiker in. Custard. En dan pak je die cake op en dan suiker blijft liggen. Custard cake is lekkere romige vulling cake. Ja, ik ken wel meer romige vullingen, maar... Wat zit hier nou meteen weer? Zijn vrouwen meer fan van de mannen. Ja, tenzij je brammetje hebt, maar trouwens is ook geen man. Wat? Waar, ik heb het over cake. Ja, ik over de vulling. Ja, oké. Okay. Ja. Brandweer, goeie. Dat meen je niet, brandweer, echt waar? Nice man. Brandweer, nee joh. Brandweer, je bent gek jij joh. Maar dat heb je dus echt gedaan, brandweer. En die heb je gewoon weer terug in het schap gelegd, terwijl je lul dwars in de cake had geboord. Dat ben je niet, man. Die vent is ook gek, hoor. Die kerel is ook echt gek. Hij heeft sowieso zijn glimlach op zijn gezicht.
Ja, dat vindt hij wel leuk. Hij zit een beetje aan zijn check te voelen nu, maar hij heeft een lach op zijn gezicht. Hij zit nu een check te draaien, dan gaan we checken. En nooit dadelijk. Ja, die aansteker weer. Die gas aansteker. Klik, klik. Brandweer. Ja. Ben je aan het roken? Nee. Nee. Nee, brandweer, dat meen je niet, toch? Ja, die brandweer slaat gewoon. Hè. Ik kan nu geen drag race doen, Vlodder. Maar dat gaan we wel een keer doen. Ik ben nu dit aan het doen. Moet ik alles wel afsluiten? Dit zijn de nieuwe Rockstar Creator races. Ik ben een woensdagmiddag pas. Dus, oh? Wat in je kontje knijpen. Martijn, dankjewel voor je follow. Thanks. Dit is een stinkauto. Oké. Okay. 3, 2, 1. Hoeveel kost een pakkie check tegenwoordig trouwens? Nou, zware vanellen. En een pak peuken. Is dat nog een beetje omhoog gaan, de prijs, of is dat allemaal nog gewoon degelijk? Oh, nee. Peuken was volgens mij 16 euro of zo. Nee, 16 euro niet. Yo! 10,20 euro voor een pakje. Ja, een normaal pakje van 20. Oh, geen idee. Hey, Bren. Does. Pas op. Ja, ik krijg voor je. Baaah! Hey, ik zal daar door jou gebeukt worden. Als ik door jou niet word gebeukt, word ik wel door iemand anders gebeukt. Nee, ik ga je niet beuken. Kasper! Ja, sorry jongen, echt prettig. Hey, Lompetrol zijn. Yo, tot de volgende! Kasper staat in de weg, maar ik krijg de schuld hoor. Jongens, zo werkt het nou bij Kasper. Ja, Kasper staat stil daar weer op de weg. Hier even iedereen de bocht in. Hey jongens, moet er nog iemand voetballen of niet? Ja, zeker. Ik heb deze race naar mijn mening al eens gedaan. Dat zijn geen nieuwe races. Nee, dit is gewoon een beetje oude race. Een hele oude race. Maar deze hebben ze opnieuw erin gezet. Echt jongen, die brand. Oh, het is nu met 30 man in plaats van 16. Dat is te veranderd. Ja, maar was het eerst al 16? Niks, Jan. Ja, alle Rockstar Created was al 16. Ah, cool. Klein pakje Marlboro is 69. Ah, ja. Dat meen je niet. Ik ken mijn Orange, die is 10,20 of zo. Verdamme. Is je voor jou, Kristen? Kom in. Hè? Is je voor jou, Kristen? Rendus de piel, jongen. 15,80 voor een pak, check. Dat zie ik niet eens. Waar is de Kasper? Nee, je bent echt verschrikkelijk jij. Nee joh, er is helemaal niks aan de hand. Not the content. Ja, ik wou een pakje check halen, Luca. Vandaar dat ik het vraag natuurlijk voor Valentijnsdag. Oh shit, ik zit niet op te letten. Oh, wat heb je dan? Ah, oh, ik rook helemaal niet. Ah, dan pak ik hem. Kasper, wil je op mij wachten? Want ik had een ongelukje. Nee, ik rij wel even door, joh. Ik heb alles ondergespetterd in de wc. Hij gaat beuken, ja, ik had een ongelukje, dat zei ik toch. Kan iemand Kasper beuken? Ja, als hij maar in probeert. Vraag het voor een vriend. Mannen maar dragen, ja. Zeg gewoon 1 minuut plezier met benzine van mij. Yes, naam, ja. Kasper Speek, tijdstip van overlijden, 21 uur, plaats, face-to-face, doodgeschreeuwd, mede mogelijk gemaakt door Chinese vriezer. Doodgeschreeuwd. Kasper, jij ben echt goede vrienden met Chinees bezig geworden, hè? Ja, naam, brandweer, tijdstip overlijden, 9:30, plaats Los Santos. Wat is dit nou weer, jongens? Het slaat nergens op. Zo, ik kom wel even voorbij op Rendo's. Maakt niet uit, ik sta voor die lul die mij beukt, dus kan nee, maar voor hem. Nee, het is mij weer voor jou. Nee. Hey man! Nee, net niet. Die Sander is net achter jou, ja. Daar gaat weer nergens over. Wat erop in 50? Even afwassen. Ja, doe ook even bij ons. Ik ook, tweede. Ja, ik had echt een bagger gewoon. Jongens, vuilnisman rijdt ook mee. Oh, vuilnisman 11. Ja. Brandweer, ben je er nog? Ja. Hoe vond je race? Hoe vond je de race? Jouw mening? Maal? Yo! Hey Jelle? Nogmaals, thanks for the prime. Here we go. Begin ik eerste? Yes! Nou! Eindelijk! Ik begin vijfde, zo. Ik sta achter jou denk ik, of niet? Of ja, ik baal nu al. Achter mij, ja. Ik baal nu al dat ik zo begin, hè? Ja! Ja, la 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 la. Gehaktbal. Ja, la 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 la. Gehaktbal. Even de Baptist! Ja, want als ik morgens wakker word, dan hoor ik op mijn buikwicht. Ja, la la la, gehaktbal. Het regent op, de zon is fijn, het zal.
zal mij ook een zorg zijn. La 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 la, gehaktbal. En als ik naar beneden ga en naast mijn broertje Greta sta. Oh nee, vrouwtje. Gehaktbal. Ik open dan de koelkastdeur en zing dan luid met goed humeur. La 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 la, gehaktbal. Komt die jongens, la la la! Oh ja, la 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 Ja, la 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 la. En ik ga iets aantrekken, jongens. Ik trek mijn mooiste kleren aan. Het weekend kan niet stilstaan. La 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 la. Gehaktbal. Robin! Het gaat erom, weer stevig bij. Het wordt ook snel een zuikpartij. Ja, la la la. Gehaktbal. Maar zonder eten kan ik niet. Dus eet bruin, doe snel een bal met friet. La 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 la. Gehaktbal. Ik weet, je zing nu met me mee. Op school, op straat of in de stream. La 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 la, face to face. La 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 la, ja, la 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 la, gehaktbal. Wow. Ja la 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 la, gehaktbal. Ja la 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 la, gehaktbal. Ja, la 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 la. Gehaktbal. Wat een sfeertje, jongens. Wat een sfeertje, jongens. Jelle kan ook zo. Jesse kan zo goed zingen, Jesse. Dag, hem. Zeg, maat, mag ik een gehaktbal? Gehaktbal. Met curry. Oh, joh, nee, Kasper! Ja, mij. Mayo, jongens, en nu allemaal. Ja, ik ben mijn eerste plek kwijt, hè. Ja, kan ik dat doen? Ja, daar ga je. Je had gewoon maar niet moeten bukken. Ja, la 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 la. Gehaktbal. Ja, la 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 la. Gehaktbal. Zijn we bijna aan het einde, jongens. Knal even door. Ja, la 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 la. Gehaktbal. Dankjewel voor de donatie. Het was me waar genoegen. Kai? Wat een prachtig nummer. Oh ja. Oh ja. Hij wil niet laten verliezen, hoor. Even slingeren, hoor. Want op echt goed geluk mag hij niet winnen. Ik had gewoon gewonnen hier van hem, hè. Ja, dat is even beter. Sander! Kut, Hugo. Kai. Dankjewel voor je support, my friend. Super bedankt voor je donatie. Ik had het zo verwacht, maar ik denk heel strak langs jou rijden. Mag ik even een handje in de chat voor Kai? Kai Detti. Ja, dat wou ik ook nog even doen. Kai Detti, dankjewel. Maar dat ging te traag van. Het was een waar genoegen. Het was een waar genoegen van, van Jesse. Maar Kai, thank you so much. Dankjewel. Gerda! Laat even je tet... Nee, dat kan niet op Twitch. Oké. Nee. Sorry. Ik kan niks belonen. Ah, Robin, doe jij het maar dan. Ik? Ja, laat ze maar zien. Ja, is goed. Ja. Zo, jeetje. Knoopets! Jeetje, dat zijn... Groot, hè? Nou, inderdaad. Dat zijn allemaal meloenen, hoor. Ja, echt hoor. Goh, wat zijn dat voor skippieballen? Ja, dat weet ik niet. Waarom heb je drie tepels? Drie? Ja. Ja, geen idee. Dat is zo gekomen. Ja, nou ja, prima toch? Ja, toch? Wie had ook weer drie tepels? Jij bent dus. Nee, ik kende iemand met drie tepels. Waar? Ja, ik weet niet meer wie. Oh. Ik kende ooit iemand in mijn leven die had drie tepels. Was je toen niet dronken? Ja, ah, dat kan ook zijn dat het naar Bolen was geweest. Ja, vier geweest. Had ik dan. Zijn er vier dan waarschijnlijk, maar... Ja, ik weet niet. Born? Nee, Born was met een dichte anus geboren. Ja, dat is wel anders. Ik snap de verwachting, maar het is wel wat anders. Een dichte anus. Ja, maar dat is gewoon... Scaramanga, bad guy James Bond. Ja, nee, in real life techno. Niet van James Bond. De man van de Golden Gun had drie tepels. Oh ja, nee, die is het niet. Het is ook niet Born met zijn dichte anus. Ik weet ook niet hoe die is geboren. En daarna is hij gewoon, zeg maar, even... Nee, ik weet niet. Maar goed, het zal wel.
Daar kan ik niet veel over nadenken. Wat niet direct de schut al zeggen ze dan. Candles van France heeft het ook. Chandler of Candles? Chandles. Chandles? Nou, toekomst. Je staat eerst te genieten van dit was het. En dan staat die customs weer aan. Nee, ze konden gewoon zijn anus doorprikken en toen was het weer goed. Dus Born heeft geen Chandler. Oké, ja, dat is wat anders. Nou, iemand van school of zo vroeger, ik weet niet, lang geleden. Je moet hier wel hard gaan. Oh, ik ga te hard bijna, man. Ik klap bijna met mijn voorbumpertje. Moly. Komt iemand op het dak? Hey, jongens, als jullie elkaar niet beuken, dan komt alles goed. Oké, dat is één beuk. Dat kan mensen niet beloven. Luris. Hey Robin. Nou echt, moet dit nou weer, Casper? Ja, ik had Robin naast me. Dat is toch geen reden tot beuken, Casper? Nee, kun je echt niet maken, Casper. En meteen zelf ook omvallen dan. Oké, Hugo. Ja? Kun je even harder doorrijden? Ik doe mijn best. Oké. Ho, ik word gebeukt hoor. Hey joh. Ja, hoe zit ik tegen vangen, joh. Hey Kai, bedankt hè. Ja. Ik ga je even slipstreamen. Fuck off. En knuffel in de lucht, ja? Hoppa. Ja, het heeft hem wel geholpen, denk ik. Ja, kijk. Daar rijdt hij. Robin. Ja. We staan gewoon weer vooraan. Je ziet al wie de echte pro's zijn hier, hè? Nou, zo. Daniel, heb jij drie tepels? Dan was jij het, Daniel. Dat kan niet anders. Dan zat jij bij mij op school. Naast je rijdt die vriend. Oh, ja. Hey, oh, Dylan. Pas nou op! Oh. Oh! Ik had echt bijna de controller kwijt. Hij rijdt zichzelf er al af, top. Een tuning, ja. En nou gaat het fout, Robin. Nee hoor. Bij mij wel. Ik weet niet of ik hem hier nog weer erop kan krijgen, maar... Een slipje hoor. Oh joh! Ja hoor, gaan gewoon weer verder. Hey Casper! Hey. Oh, ik schreef je even een zesje. Ja. Oh, sorry. Rendoors, moest dat nou? Nee, eigenlijk moest dat niet. Ja, dan moet ik het hele ding opnieuw. Nee joh, dat moet je niet opnieuw doen. Dat is zonde. Brendus, waarom crash je in je eentje? Ja, dat was Casper. Natuurlijk niet. Jawel, ik zag het, jou was Casper. Kijk, dat was Dylan. Ja, dat is Dylan. Dit is kleine teen. Tjonge, jonge. Au. Jongens, jullie moeten Casper eens even beuken, want hij is veel te onaardig. Ja, veel te onaardig en snel. Vroeger had ik drie tepels, dus weggehaald. Oké. Maar dan ook echt op een andere plek of wel op dezelfde plek? Mijn vader heeft 5 navels. Dat is echt waar, mijn vader heeft 5 navels. Ik heb echt een coole vader, hij heeft 5 navels. En 1 tepel minder nu ook, dus. Elke hand 5. Mijn vader heeft 5 navels en 1 tepel. Ik had ook 3 tepels, maar dat bleek een tor te zijn. Een tor? Een tor. Wat is een tor? Een torretje. Oké, er zat een tor op je... Gewoon een tortje. Nou, mijn vader heeft 1 tepel en 5 navels. Oh, navels. Ja. Ik dacht nagels. Ja, dat is logisch dat hij 5 navels heeft in 1 hand. Ik denk, waarom reden mee? Nee, hij heeft 1 tepel en 5 navels. Ah. Ja. Ik heb een derde been, nice. Nee, mijn vader die heeft een keer een ongeluk gehad dat er een soort cilinder, dat deed hij op lucht, die schoot in zijn pens. Dus toen had hij zijn darm op 6 plekken gescheurd. Maar dat was allemaal geen succes. Er ging allemaal rotten en irriteren binnen en ontsteken. Dus toen is hij geopereerd, maar toen moest hij weer terug op een deur, omdat alles weer opnieuw begon te ontsteken. Was er weer een darmlek. Zesde! Ja, wat is dit dan? Daan, wat een karma! Maar in ieder geval, toen moest hij geopereerd worden en toen moest zijn buik open blijven. En toen zat hij met 5 touwtjes vast. En zo is zijn maag, dus open, met 5 gaten in zijn buik, moest dat weer vanzelf gaan herstellen. Dus dat is langzaam dichtgegroeid. Er zijn nu 5 van die inkepingen zo, 5 navels. Het was heel leuk, zei hij. Maar hij had nog nooit zoveel buikpijn gehad. Kan ik wel geloven. I like it. Jeffrey, dan eet je te veel. Hey, snuifduif. Iemand in de chat kan het beter uitleggen, want ik join nooit. Maar moet de crew joinen. Niemand heeft eventjes een goede volgende lijn voor onze nummer of zo. Ja, nee, ik denk meer gewoon... Oh.
kus me aan bij of zo. Die doen dan wel geld met hem. Ah. Kijk dan die hartjes, jongens, even serieus. Nou, Aardig hey. Valentijn. Ik wil wel die toekoes binnenkrijgen, ja, natuurlijk. Hè. Wel echt serieus een hartje, dat is wel een leuke race. Iedereen kwam is in de feesten, dat ik wel aan. Oh shit! Wil je zo? Ja. Ja. Fijn, ik vind het altijd leuk als Mark ja, zegt sorry. Me nou weer. Dat was ik. Niks van. Dat was ik. Nee! Als Mark zegt sorry, dan weet je gewoon van dat hij vol in je op je inreed. Eén tegen in de. Nou, ja. Bedankt Hugo. Hij kwam er één tegen. Jan? Ja? Sorry hoor! Jongen, lul! Geen per ongeluk, hè? Hey Robin? Ja? Sorry man! Oh, sorry! Ja! Nou. Mark stijl. Mark, wie was die boer? Ja, dat was ik. Ja, je derde nip is binnen. Ho! Ja, geen probleem. Sorry, ik krijg de karma. Ik lees één keer de chat en ik ben geen Christus. Het is niet te geloven dit. Ja, nog een keer. Hey Mark! Oh nee, monsterrennetje. Nee, ik ben hallo. Ik reed niet eens voorbij nog. Een andere auto. Nee. Oh, ja, sorry. Oh shit. Oh. Jos. Oh, Jan, sorry, waarom rij jij altijd in die elektrische bak, Jan? Ja, dat vindt Jan leuk. Jan is gewoon links. Jan is heel links. In echt rijdt hij in de... Jongen, welke echt jongen... Ja, nee, jij. Jij lacht daar met je blik ertessoep. Ik lach daar niet, ik reed vol tegenaan, want iemand lacht dwars liggen daar. Ja, nee, jij lacht daar met je blik ertessoep. In het echt heb ik gewoon een olieverbrandende wagen. Ja, dus daarom doet hij nu even compenseren met elektrisch rijden. Ja, elektrisch rijden gebruikt een beetje olie, hè. Dus, Ja, maar ik denk, hij moet niet alleen benzine, maar ook een olie. Nou, ik sta 25ste. Gadverdamme! Jongen! Maar ja, hey, echt jongen, wat ben je? Oh shit, mijn auto haalt dit niet. Oh jawel. Nou, op hoop van zegen. Oh, ligt er weer eentje hier op de kop. Yeet Piet! Ja, die moet je beuken, want... One kill! Moet op S2, ja. Ja hoor, daar gaan we weer. Alle kijkers kunnen meedoen. Als je de crew even joinen, uitroepteken GTA crew. Jongens, ik moet even hoog aan. In de chat op Twitch. Wie was dit? Hugo! En op YouTube in de beschrijving. Maar als je op YouTube kijkt, moet je even duimpje omhoog doen en even naar Twitch. Jongens, ik ben na 15 GTA eindelijk een keertje level 100. Kom bovenop. Nou, kijk eens aan, dat schiet lekker op al hoor. Ik ben er bijna volgens mij. Hoeveel level ben ik? Je vaart zit erin. Ja, dat weet ik. Ik werd level 100 in 2014, 13. Ja, precies. Maar mijn account is ook 4 keer gezet of zo, dus... Ja, nee, dat klopt. Maar een van de weinige keren dat ik een legit 100 heb gehaald. Zo, ja, wel knap hoor. Goed. Ja. Ik ben trots op je. Ga je weer door die kaklooping heen? Ik heb al mijn levels vloed door deze races, denk ik. Ja, nee, wat is dit, ja, jongens? Oh my. Gadver. Volgens mij was ook de bedoeling dat we nu toch de story mode een beetje gingen uitspelen. Nu nog even. Ja? Oh, ja. Dat kan. Dat gaan we nog doen hoor. Oh, dat gaan we doen. Ja, nee. Wie ben je van de buurt? In deze stream? Ja. Nee, misschien dat we er een begin mee gingen maken, maar dat doe ik niet. Dan moet ik tegen iedereen zeggen, doei, ga maar weg. Ja, precies. Ik ga in mijn eentje zitten. Doei. Ik heet niet Mark. Oh. Nee, zo heet ik niet. Een stream, hè? Heb je wat meer tijd? Oh, dat jij een identiteitsverzorging nu al met water. Kan je binnen een accu nemen? Nee. Accu en stuur, ja. Lekker wel, vang en rijden. Nee, toen ik met Mark meedeed, toen zei Mark, ja, ik ga nu Crash Bandicoot in mijn eentje doen, yo. Ja, toen kon ik gaan. Ik denk, nou, dan ga ik maar weer. Ja, het is wat het is. Maar ik dacht van, nou, weet je, doe ik dat niet. Ik heb story mode uitgespeeld tot op de laatste missie en toen was mijn computer kapot. En mijn save games. Weg. Dat is toch cloud of niet? Oh, nee, toen dus niet. Nee, bij jou niet. Dat was later is Rockstar met die cloud begonnen. Ik had toen nog niet in de cloud. Hoezo? Hey, Pam van de put! En toen werd ik verdrietig. Ronde 2. Rij je ook mee, jongen? Ronde 2. Lekker, Mark. Hartelijk weer. Dan ga ik de comeback maken, ik ben nu 24ste. Hoeveel sta jij, Mark? Mark, hoeveel sta jij, wordt gevraagd? 13e. 13e, oh, dat kan ik je nog proberen in te halen. Maar story mode gaan we dus helemaal opnieuw doen in dit jaar. Omdat we ook naar GTA 6 gaan, dan is het wel leuk om even die overstap te maken. En misschien als we die hebben gedaan en we vonden het heel leuk en het was een succes, mensen vonden het leuk, kunnen we ook nog andere GTA's story mode doen?
Dat is ik heb zelf nooit Vice City gedaan, dus ik vind dat aan de ene kant triggert het me om toch te spelen. André is ook. Maar die keertje heb je hier, broer, toch? Oh! Ja, Vice City heb ik nooit gedaan en dat is misschien wel belangrijk voor de volgende game om daar toch even wat over te weten. Ik heb Vice City ook nooit gedaan, alleen San Andreas. Ik heb wel, dat ging nog goed. Ja, San Andreas ook wel gedaan. Ik knal op jou. Ik hoefde die 60. Donders. Hoeveel staat? Ik stond derde, vierde. Ja, ik derde. San Andreas is de beste. Maar ik heb ja, nog, maar ik wil eerst Vice City. Ik heb hem nog. Ik heb hem nog. Ik heb hem nog. Ja, dat was niet mijn schoon, maar die GTA 2 liggen volgens mij. Ja, je kan er niks aan doen. Ah, die ga ik niet. Nee, ook niet. Nee, dat is ook 2D. Ja, die ken ik. Ja, dat was mijn eerste GTA. Doe even GTA 1. Die heb ik niet. GTA 2, voor Windows. Ik heb nog één GTA op de DS zitten. GTA Chinatown? Ja. Yes, Chinatown, ja. Oh, ja. Chinatown, ja, dat weet ik niet. Dat was ook harde shit. Ja, ik kreeg die laatste missie nooit voor elkaar. Oh, ja, dan moeten we die gaan doen. Ik hoor het al wel. Een DS kopen. Ik heb hem nog. DS Lite. Volgens mij was het verkocht, volgens mij. DSi of zo. Heb jij een DSi? Jetsim, die had sorry. Ik. Oh. Jetsim. Ik heb nog één van de eerste DS'en. Die werden uitgebracht. Ik heb een Nintendo 64. Denk niet, mijn moeder heeft die ding. Oh nee, die heeft volgens mij mijn broertje weggedonderd laatst. Ik ben nogal pissig om geworden. Ja, mijn moeder heeft zijn geld waard volgens mij. Ja, en hebben ze de PlayStation 2 bewaard? Ik zeg ja. Hier kom jij. Daar heb ik echt helemaal niks aan, een PlayStation 2. Nee, die is ook niet zoveel waard. Nee. Ja, nog niet, hè? Eén wel. Je weet niet wat hij gaat doen. Ja, je moet niks weggooien qua games. Maar gewoon alles, met alle games. Dat is doodzonde gewoon. Gewoon weggegooid. Ja, in de vuilnisbelt, gewoon weggedonderd. Ik ben daar echt pist om. Ik wou kijken voor nieuw. Dit betaal gewoon 200-300 euro hè, en dan met al die games. Ja, vroeger of nu nog? Nee, nu. Dus je gaat ook niet voor de lol even zeggen, ja, ik ga die Nintendo even kopen, die 64. Voor 300 euro. Hallo Linda, raadjes. Ja. Ja, verkopen had een betere optie geweest als weggooien. Nee, bewaren. Dat is geschiedenis. Ja, dat is mijn jeugd. Het is verkopen of weggooien. Hè? Het is mijn jeugd. Nee, ze zitten aan mijn jeugd. Ja, je jeugd. Weggooien ja. Bestaat niet. Maar dan had het nog 300 euro opgeleverd. Nu ja, heeft het echt mijn moeder. Nee, maar je... emotionele waarde is het. Emotionele waarde. Oh, wat moest ik huilen toen ik mijn eerste ster in Mario had. Man. Oh shit, sorry. Was het leven. Wat tjoe. Maar goed, helaas. Ja, een klein museum heb ik wel. Ja, dat is vet. Als je gewoon alles bewaart, is gaaf. Ik gooi het ook nooit weg. Maar ja, iemand anders wel. Ik heb ook zo'n Tetris machine liggen, volgens mij. Nee, Hugo! Mark, blijf crashen! Ja, maak het een beetje spannend. Hugo! Oh, sorry. Ja, ja, heel goed. Crash mekaar, crash mekaar. Ik heb weer Bob in achter mij. Mark, even crashen nog. Mark, even crashen. Jos is weer gefinished. Ik hou je in. Oh shit. Toekomst. Hugo Knight vol zijn auto naar Rio. Oké. Of was het Mark? Nee. Dat was Mark natuurlijk. Dat hier heeft ziet ook recht voor de finish. Die geeft de antwoord bij vraag. Mark. Alcoholist. Heb je bier al op? Nee. Je bent al een half uur aan het drinken, hè? Ja, dus. Ja, nog niet op. In ieder geval die eerste, dat moet toch minstens zo. Mark, dat kan toch niet? Geen DNF, jongens. Oh, ik heb wel, denk ik. Oh yeah, let's go. Ik ben zo slecht erin of zo. Mogen de beste dames en heren winnen. Iemand wil morgen eventjes de 6 uur terugkijken. Ah, dat kan altijd. Op YouTube kun je hem gewoon in relatief makkelijk terugkijken. Alleen YouTube pakt toch niet de volle 12 uur, dacht ik. Nou, en nu ik dit heb gezegd, ja, weet maar je ik ook gelijk, niet de want je wel volle 12 uur. Uur live op YouTube. Maar op Twitch wel. YouTube stop ik net, zeg maar, voor de 12 uur. Hoppa, kijk hem gaan. Kijk hem gaan. Dus je moet op Twitch kijken als je de volle 12 uur wil zien. Nou, jongens, als jullie mij niet beuken, dan vind ik hartstikke leuk. Kom maar aan, kom maar aan. Mark, als jullie mij niet beuken, vind ik dat hartstikke leuk. Kom maar aan, kom maar aan, kom maar aan. Rustig aan, Mark. Denk om je vlegel. Rode voor de kraat. Mark, opbokken, vleeslul. Echt, jongen.
Ja, wat doet? Jij gaat er een raad rond ding doen. Ben je tuut. Mark! Ja? Bok op! Nee? Mark! Mark! Oh, ik heb hem! Jos. Jos heeft oefend, jongens. Kan iemand dat kutkind kastreren? Wat een... Oh, ja, Jos, zo ken ik je weer. Yo, oh. Ja, Mark, dan ben je vervolgens sta je hier op de zesde plek. Ja, wat is het nou waard geweest om mij te beuken? Ik was ook gekregen, hè, door... Ja, waarom beuk je me dan, stuk schimmel? Welke? Ja, dat was ik, Mark. Dat is je karma. Dat is je karma. Ik sta er nog op. Ja, je staat... Ja. Je komt me halen. Succes ermee. Ja, ga hier even liggen, Brendoes. Ja, sorry. Ah, nee. Hou even Mark tegen, trouwens. Hij komt er in 10 seconden aan. Of 2 seconden aan. Ja, die rijdt nu recht achter me. Ja. Loop maar even. Wat een gas. Rustig aan, Mark. Niet te snel, joh. Kikken die Mark. Ja, dat is ook. Tegenwoordig niet meer zoveel. Nee. Maar gas is wel weer goedkoop, hoor. Ja, welke aardappel gaat hier nou weer voor me stilstaan? Oh my. Jongens, als je wil winnen moet je echt gas geven, hè. Dat is echt een tip. Jammer, joh, Mark. Wat, mag ik jou ook beuken? Terwijl jij je echt helemaal niks hebt gedaan. Nee. Oh, Mark. Jurgen. Oh, jij, oké. Je doet het gewoon van tevoren. Wel bedankt, Jurgen, want nou heb Mark mij ingehaald zonder domme dingen te doen. Nou, Mark. Wou je me nog inhalen? Nou, dat gaat me net niet lukken. Zo nou, dat gaat jij net niet lukken. Oh, ik ga wel niet. Van zijn ga je helemaal niet lukken, want ik ben elkaar te finish. We gaan allemaal beuken. Wie is die... Tenzij je groene Mark... Wie is die voor Kroon? Met N-A-R-K boven zijn hoofd ziet staan, dan mag dat wel. Is Sam, die heeft een driewieler. Ja, ik denk dat. Ja, dat kan ook, hè, driewieletje op zijn tijd. Mooie wagen. Nou, Ronald die komt alweer niet later op de beuken. Nee, maar Ronald is gewoon ook een beetje... Die rijdt nu ook in een open Corsa 1.2, zo. Met Hardstyle en ik, kijk. Top team, hè. Hé, hey, je hebt ook een pitstop, jongens. Een beetje slipstreamen. Ga jij maar die pitstop pakken, dat vind ik wel leuk. Nee. Jammer toekomst. Robin is ook stil, hè. Robin rijdt gewoon in de top. Was niet de bedoeling dat je raakte, Jenske. Het ging gewoon te hard voor woorden. Wat zei jij, Brendus? Ja, jij zit gewoon in de focus. Ja, Robin zit in de volle focus. Jenske, mag ik ook weer mee? Toekomst, dit hoeft niet. Focus RS. Vieze lul, hè. Ja, nou, dan moet je hem even wassen als die vies is, hè? Ja, dat is jammer. Ja, echt, ik zie hey, Robin! Hey. Zit er nog op? Ik kom, hé, hey, die paddenstoeltjes, ja, wat leuk. Oh ja, karma toekomst. Ja, jij staat in Robin, de weg. Ik kom er voorbij, hoor. Ja, is goed. Hallo, ik kom er ook mee. Ik krijg een beetje, dank je. Ja, ik ga nou best wel vlotjes. Ja, wat een lul deze. Yo, trek het nou, nou, wat een schelpartij. Ja, klopt, dat moet ook. Jongens, wat maakt iedereen... Hé, Hugo, jij ook hier, man. Goh, ik vind dat niet beuken wel saai, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat ik toch ga beuken. Nou, dan moet je voorin komen rijden. De buurt komt hier. Ik rij voorin. Ja, op de 14e plek en zo. Je wordt er volop gebeuken. Oh, sorry. Ik rijd weer een beetje op een stabiele plek. Sorry jongens, ik raakte iets uit balans. Jammer. Jammer. Oh. Jammer. Oh, ik krijg een zetje. Zo, hoekie plankie hier. Toekomst even heel enthousiast voorbij geklapt hier. Ja. Klapt. Hoppa. Ik dacht dat het Brendus was! En de Subaru! Dat was Joran, sorry Joran. Ja, hij was niet blauw. Ik sta tweede, jongens, dit is niet best. Echt gewoon een beuk, joh. De Yeetpiet, echt jongen. Joran reed de Yeetpiet. Of je hebt slecht internet, dat vind ik dan ook. Die rage quit van 3 keer op een dag. Ik heb joh. Oh no! Nee! Ja, dat doe je zelf. Ja, dat klopt wel. Nou, dan ga ik hier even rustig keren. Wil je nummer nemen, man? Weet je meteen het verkeer in? Nee, ik moest keren. Ik moet even keren. Hé, hey, toekomst, kunnen wij teamen? Ja, kom je even mee halen? Ho! Oh! Nou, ik kon jou inhalen, maar ja, ik had even... Weet je, ik beuk tenminste een beetje. Ja. De eerste personen moet je gewoon een beetje pakken. Sorry, Hugo. Zo. Jij was gewoon te goed. Ik was helemaal niet eerste. Nou, wel praktisch gezien. Oh. Je moet gewoon iedereen beuken. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Is de finish daar? Ja, het waren maar een paar rondjes. Ik dacht dat dit hele lange rondes waren. Ja, dat is 6 checkpoints. 5 rondjes. Maar ik kan het nog een keer aanzetten. Ik had hem beter kunnen doen. Ik had hem beter kunnen doen. Maar goed, dit is wat het is. From hero to zero.
Ja. Wie is dit, die Subaru? Ik voel mezelf een soort ja, echt, jongen. Naakte berenkiller op dit moment. Maar, ik was pro. Kan Ronald zijn Corse nog even inhalen, denk ik. Oh, wat? Brennus rijdt nog steeds. Ik ben nog niet de finish, Brennus. Ik heb Brennus nog ingehaald. Jongen, wat een sloom tempo, joh. Je moet wel een beetje tempo maken in het leven, hè. Gewoon een beetje vlam in de pijp. Je staat ook stil. Oh nee, dat is just Sam. Sam, goed gereest. Mooi. Ach, deze race. Hoppa, there we go! Ik oh ja, deze race. Want er wordt nee, toch wel blijf... veel gebeukt. Nee, je valt echt mee, het gebeuk. Oh ja, je alleen... vliegt er even 400 kilometer het gecrashed alleen. Jos bedoel ik. Oh! Hey, Robin, die crash detectie die deed niet zo goed, want ik zag je gewoon vliegen, hoor. Je werd vol gebeukt, die Harry. Hij bedoelde ook een andere crash, maar... Oh, nou, waarom staan die banden? Weet ik wel. Gadverdaddy. Deze race hebben we echt al 40 keer gedaan. Ja, dat klopt, maar deze heb ik... Jawel, die banden rijd ik gewoon toevallig... Hier rijdt iemand tegen een randje van een buis. Dat is helemaal onzichtbaar. Ja. Volgens mij heb je ook wel eens geraakt. Een elektrische auto ook nog. Ja, ja, die zijn echt niet wijs. Die kun je beter neerschieten. Ja, die autopiloot. Die rijdt niet zo hard met de autopiloot aan. Hoppa, jeppie, oh jee. Toekomst, ik zie je rijden hoor. Ja. Grote vriend, daar kom ik aan. Toekomst. Hi. Toekomst, ik zie je rijden. Ga je beuken of niet? Nee. Waarom? Jeppio beukt mij altijd, waarom hij jou niet? Ja, die toekomst, ik heb jou zijn vrienden voor. Mij. Ja, echt. Doen jullie aan elkaar buttfuckies? Echt, jongen. Jeppio, dus waarom kunnen we nou niet gewoon even een keer fatsoenlijk racen zonder te beuken? Kijken wie nou echt de beste is zonder... Ja, dan word ik eerste, dat is ook saai. En Casper misschien? Nee, Casper niet. Casper wordt wel eens. Waarheid, Marijn. Ja, Marijn, je weet hoe dat gaat. La 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 la. Hartworst. Ja, als je Casper ziet. Ik zou Casper gewoon beuken, sowieso bij voorbaat al, hè. Ja, en dan groetje Chinese vriezen zeggen of zo. Ja, 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 dat sowieso. Hey Joran, speel games. Dankjewel voor je 5 maanden research, man. Super bedankt. Mag ik even een welkom in de chat hier? Op de Twitch. Let's go, druk die volgknop in als je dat niet hebt gedaan. Volg me op Twitch. En TikTok, hè? Wil je helemaal niet missen natuurlijk, hè? Van die korte kakvideo's. Hey, wat zit Jos achter mij? Jos, je rijdt negen, dat weet je. Ja, dat is niet goed, hè? Waarom rij je zo slecht? Wat is er aan de hand? Ik rij gewoon rustig. Oh, nee. F is de respawn knop. Ja, oh, bij die wallride moet je heel sloom gaan. F, F is de respawn. Oh, waar ga ik snel? Oh, waar ga ik sloom? Weet je wat het is? Als ik gewoon race. Weet je wat ook is? Meer water als vis. Ja, nee, maar als ik gewoon race gewoon normaal, weet je wel, dan zie je gewoon dat ik bij de pro's hoor. Oké, Doodles. Die is net wat sneller. Maar ik hoor bij de pro's. Yeah. Ik hoor bij de pro's. Nee, ik word gewoon genaaid. Ik rij gewoon hier met de top 3, hè. We rijden gewoon in een pelotonnetje. Ik gun hun ook gewoon die eerste plek. Ik rij gewoon op mijn nummergetal 7. Ik gun hun ook gewoon die eerste en tweede plek. Maar meteen top 3. Gewoon easy peasy, lemon squeezy. Straight to the point. Into the VJJ. Let's go. Into the VJJ. Ja, ik bedoelde gewoon in zijn... Wat anders. Maar nou, je snapt wat ik bedoel. Ik hoef niet... Nee, niet pas. Oh, nee. JJ Boske bedoel ik. Ja, precies. Daar hoef ik niet in, hoor. Ah, die rijdt altijd coole auto's, weet je wel. Dat bedoel ik meer. Dat was meer de link. Joran, dankjewel voor de 5 maanden sub. Aha. De tijd gaat hard. De tijd gaat hard. Robin. Gaat niet goed, hè? Zo'n 26e. I'm so happy. Oh, nou, wat een bocht weg, Robin. Ja, dit is die crash detection. Ja, ik snap wel dat die cheats gebruiken, want race lukt hem niet. Zonder mods. Ja, maar hij loopt ook de typen, dus... Oh, don't use the cheats. Niet de cheats gebruiken. Niet doen. Want je wordt echt gereport en ben je zo je account kwijt. Ik zou het niet doen. Onbegrijpelijk dit. Nou, wie is de eerste? Een vrouw die een hele aparte beweging maakt. Doodles, dit klopt niet, hè? Kan de vrouw niet doen, zeg maar. Ja, ja. Nou, tegenwoordig kan alles, Casper. Ja, dat is waar. Tegenwoordig wel. Jij kent Brammetje toch? Dat was toch van ja, die... Brammetje. Ja, nou, dan weet jij genoeg. Dan hoef ik jou niks uit te leggen. Nee. Doodles, nee. Maakt niet uit hoor. Geeft helemaal niks. Dan hoef je niks uit te leggen, nee. Dat weet ik genoeg.
Kijk eens wie de derde staat. Kijk! Ik kan het niet zien. Ik ben zevende is echt wel noob hoor. Dat is niks. Daar kun je niks. Ik ben bijna level 100. Zo nou. Jongens, ik ben bijna level 100 gewoon. Hè? Helemaal legit. Level 100. Ik ook. Ja, nee, als de pieper er nog aan zit, dan is het nog een kill. Officieel toch? Of. Wat? Kan je dan wel. Nou ja, je weet het tegenwoordig. Ik ga er ook niet meer over nadenken. Lekker bezig met zaterdag, want vrouwtje gaat met de kids lekker een dagje weg en de schoonfamilie. Nice. En jij gaat niet mee. Lekker, Wesley. Jij hebt het goed voor elkaar. Lekker. Goed bezig. Dat is echt een topleven. Ik ben legit level 9. Kai? Ik vind jou goed. Lange weg te gaan voordat je 100 bent. Doe je best. Op een dag ben jij er. Dan sta je op de plek waar Brendo staat. Ik voel het nog. Als de dag van gisteren ik level 9 was. Ja, ik ook. Ik weet het was 4 jaar geleden, maar dat maakt niet uit. Het was 10 jaar geleden in mijn geval, maar het was wel leuk. Wat? 11 jaar? Nee, dat is niet waar. 9 jaar. Ah, oké, Femke. Ja. Hey, nice Wesley. Ik heb ook zin in de 12 uur stream. Nou ja, ik weet niet of ik er zin in heb na 12 uur. Of tenminste, die eerste 5... De eerste 8 uur gaan altijd wel. Die laatste 4 uur vind ik altijd wel... Het is net zoals een werkdag. Die is niet voor niks 8 uur. Daarna dan... Ja, dat scheelt wel. Dan komt Kasper erbij. Dan is die 8 uur voorbij. Dan komt Kasper erbij. Ik ga gewoon af en toe even staan. Even een beetje bewegen. En dan komt het helemaal goed. Dat ik niet dicht roest en mijn spataderen klappen. Oké, daar gaan we. 3, 2, 36, 40. Nee, dan moet je gewoon een katamarantje bestellen. Dat weet je toch? Ja, nee. Dan klapt die spatader 100%. En Ronald donder op mij. Ho. Kasper, denk aan je steunkous. Nee. Okay. Ho. Gerben. Dat is overduidelijk. Ai. Mensen die doen beuky elke dag. Die crash detect doet nog steeds niet hoor. Nee, er staan palen op de weg trouwens. Ik denk, zeg het jullie even. Ik rij even vol in op een auto die op zijn kop. Die crash detectie is ook wat anders, gakbal. Oh, dat is wel anders. Oh, ja, uitgeprocedeerde peniskoker. Oké, rustig aan, komt goed. Ik dacht, ik zie nou heel de hele tijd in de chat voorbij komen. Oh, is dit karma of zo? Wat, dit is niet leuk. Nou, kom maar allemaal maar voorbij nu. Ja. Gaan we allemaal crashen en dan rijd ik tegen jullie aan. Ja, precies dat, precies wat... Ik verspil het al gewoon. Ja, precies. Ik heb precies hetzelfde. Ja. Kasper, we kunnen elkaar de hand schudden, joh. Ja, joh. Oh, nee. Kasper, zullen wij een keer samen een pot schoenpoets leeglikken? Nou, of dat zo lekker is. Nee, ik vraag me af of het lekker is. Ja, jongens. Dan neem ik neem een appelstroop en jij schoen... Hoeveel sta jij, schoenpoets. Kasper? Zesde. Kasper is pro. Robin, probeer Kasper, mij te volgen. Sta jij? Dan heb je een beetje de lijn. Kom. Hier vol gras, zo. Huppatee. Oh, hij is al weg. Nee, Femke, je hebt me geen voorlichting gegeven. Ik lig in ieder geval voor jou, Brendo. Ik wil even daar niet over nadenken, gast. Ja. Wat doe jij nou? Dat past niet bij mijn streetisme. Ja, wat doe jij nou? Ik kom uit die looping. Ik rij ook in die looping, ja. Ja, jij rijdt mij aan. Hallo, ja, jij rijdt mij aan. Ik vind mijn eigen zak al niks. Jij kan naar mij. Maar daar die van een ander. Karma, Thor. Kasper daarentegen is dol op zijn eigen zak. Jongens. Die zit elke keer in de spiegel te kijken. Jeetje, wat een mooi modelletje, Piqué. Zo. Vooral de inhoud, ja. God. Kijk, Lars, hij. Ja, er zit niet vaak inhoud in, hoor. Dat wordt allemaal... precies, daarom houdt hij zoveel. Ja. Dat er allemaal uit. Ja, dat is vaak... Kasper komt altijd met lege zakken aan. Slik jij het wel door, Kasper? Of... Ah, jongens, kom op nou. Dit gaat ook weer helemaal veel te ver, hè. Gaan we niet op inbrengen, dus net... Weer derde! Nou ja, weet je, ik gun die twee jongens weer een plekje voor me. Twee keer derde is ook eerste. Huh? Nou ja, soort van. Gadver, Femke, wat? Wat is daar raar aan? Dat is in deze tijd heel normaal. Boze buurman Kasper is er weer. Ja, ik mis nu wel Chinese vriezer. Ook al zijn de kisten pas 9 maanden, ze kijken alle streams terug. Nou, ik weet niet of dat het meest verstandig is om een kind van 9 maanden of 9 jaar naar mijn streams te laten kijken of video's. Maar dat zijn mijn woorden. Hè. Ik zeg altijd een beetje rond de 18 plus. Ben je 18 plus? Ja, er worden wel eens dingen gezegd die ik niet mijn dochter zou leren. Aangeschoten klapkanaal. Nou, dat soort woorden vind ik nog niet eens het ergste. Oh.
Maar er zit dan wel weer even slik je dan zelf ook te zeggen, weet je wel, dat soort dingen slik ik niet. Dat ik denk van, dat kan niet. Dit kan gewoon niet. Ah, dan is het goed, Wesley. Dat kan. Ik zie jouw dochter al op de kleuterschool zitten. Hey, zakjes. Hey, balzak. Hey. Bizar. Hey, buurman, heb je ook eens een lege zak? Ik kijk altijd netjes op de telefoon. Nice. Net voor zijn bij Bing kan ik ook niet meer zien. Vanaf 2 jaar gaan ze woorden nazeggen. Ik kan nu, moet ik op mijn woorden letten. Kijk, als ze een jaar zijn, dan kun je nog gewoon gekke dingen zeggen. Dat weten ze toch niet meer. Maar nu, als je nu zegt piemel, dan gaat in één keer zegt mijn dochter ook piemel. Nou, dat is vaak piemie of zo. Maar dat kun je gewoon niet zeggen. Dus ik zeg dat soort dingen niet meer. Maar goed, wat je niet hebt, moet je ook niet te trots over praten natuurlijk. Dus, dat gaat ze straks op school tegen de juffrouw zeggen. Ik zeg gewoon mini. Ja, nou ja, naar school gelukkig nog even niet, maar... Ja, die Brennus heeft zo'n schik, die heeft zo'n lol. Ja, die zit zo te giechelen, ik zeg het woord piemel hoor. Ik zie een kind van 4 jaar ziek op de kleuterklas. Ik heb die zilde nou piemel mijn been roepen. Nou, tegenwoordig roepen ze al GVD en alles. Nou, dan heb ik toch wel liever dat ze piemel zeggen. Dat kan niet. Ja, maar precies. Ik denk dat mijn dochter bitterbal gehaktbal roept door de klas op die leeftijd. Of brammetje of zo, hè? Dan weet je ook niet wat je roept. Ja. Roep je nou het een of het ander of ertussenin of hey, hoe vind je trouwens mijn glits bij mijn ogen? Wat, Ja, geweldig. Ja, leuk dat hè? Dat is echt van deze tijd. Ik vind je ook echt staan. Daar heb je wel een oordeel over, of niet? Heb je ook nagellakken zo? Ja? Alle kleuren van de regenboog. Netjes. Hoezo? Problemen mee? Je hebt er problemen mee, hè? Jij vindt dat niks, hè? Nee, alleen jij als vindt je... Nee. Je mag dat alleen doen als je me nee. in mijn kont stopt. Ook. Nee, jij vindt dat niks. Ik vul gewoon de woorden voor jou in hier. Oh, dat is ook, dat is ook van gewoon. Deze tijd natuurlijk. Ja, dat is van deze tijd. Gewoon de woorden vast invullen. Nee, jij bedoelt er wat kwaadwinnends mee. Wat? Ah, hey. Oh, jij hek hem ook even. Ja, ik hek hem zit... weer ook even. Hey, Ronald, je moet niet aan die kant van de hek zitten, man. Hey, Joep. Oh, wat doe jij? Oh, ik... Hey, Optimus Thor, wil alsjeblieft niet de hotdogkraam slopen? Jij hebt je alweer. Dit gaat eigenlijk vrij soepel. Ja, ik soepel hem achter jou aan. Oh my god! Ik soepel hem niet achter jou aan. Brandus. Jij gore vent. Dit was even ter bescherming niet de bedoeling. Oké, ik heb iemand geholpen. Hé, ze blijven wel up-to-date als ze hier kijken. Dat is wel waar, ja. Wij zijn van alle marken thuis in ieder geval. Net die nog wat gezegd, toch? Beukmark, Botsmark, Schimmelmark. What the fuck, Mark? Beukmark. Oh shit! Ronald! Dit is fantastisch. Toekomst, kom op. Hey. Fucking paal. Doei. Ben je weer in water? Nee, iemand anders rijdt tegen mij aan en die gaat in de water. In de water? Ja. Ik kom, heb rijden. Tegen een paaltje aan en dan ook. Ja, gaat helemaal goed. Hoppa! Niet door de golf? Ja! In de golf, dat is waar je hoort te rijden. Zo, ik weet niet waar die heen gaat. Die zit achteruit te kijken, denk ik. Joppa! Hoppa! Shadow, kijk eens. Jos ligt... Zo! Kasper. Dit gaat goed, Kasper. Komt goed. Het dondert en het bliksemt. Het regent mee, de stier. Niet mijn holdokraam. Ja, sorry. Markse werkplek. De holdokraam was Markse werkplek. Kasper, is dat iemand voor jou, die werkplek? Nee, je wilt niet weten wat hij met al die worstjes doet. Nou, ik wil het eigenlijk wel weten. Ik weet niet. Ik ben aankomende zaterdag 12 uur live, inderdaad. Zeer goed gezien. Ah, jongen. Wat een kakgolf. Goh. Ja, ik ben blij als de opwarming van de aarde echt wordt. Wat minder water. Oh nee, hij stijgt dan. Oh nee! Dan kunnen we deze race niet meer doen, jongens. Jullie zien het effect van het klimaat. Al die golfjes. Dit was een normale Duitse autobahn! En een krankenhuis! Maar het is allemaal onder water nu gelopen daardoor. Vreselijk, hè? Jullie zien hier het effect. Adriaan, dankjewel voor de gifted sub. Aan JL Gamer, thank you so much voor je support. Mag ik even een hartje in de chat hier voor Adriaan? Ja, dat is wel even lief. Thank you so much voor je support, Adriaan. Heb je alweer een biertje op of een fles wijn? Dat moet je niet doen, Kasper. Ik doe dat ook. Fuck. Oh shit, oh, is dat een grap? Ik rijd er gewoon heel stoer overheen. Oh ja, nu mag je nog schelden met gehaktbal, dat is wel waar. What the fuck? Nee, Lazarus. Echt, ik rij me weer helemaal Lazarus hier.
Oh ja, maar aangezien Mark er terugkijkt, hè? Mark kijkt hier terug? Oké. Okay. Ja, Mark89NL. Hey Mark! Morgen dan horen we het gelijk. Kom maar Casper, jij mag voor mij. Mark, je moet even een keer meedoen hoor, in 5M, dat is leuk. Vindt hij vast leuk om te horen. Ja, Mark, doe even mee. Ja. Wees dan Hendrik Lopers of zo. Hendrik Lopers? Ik ben zevende. Ja, goed. Dat Hendrik. Is niks voor Mark, joh, lopen. Hendrik Lopers. Nee joh, Hendrik Bus dan gewoon hoor. Hendrik Bus. Hendrik Staakerven. Hendrik Barbecue Hamburger. Kijk, Casper, jij hebt je cheats aan, want ik kan je niet bijhouden. Ik heb geen cheats aan. Jawel, echt wel, kijk dan. Nee. Ja, echt wel. Kijk, je zag dit, hè. Mijn kinderen gaan zo alleen maar Octo roepen. Octo! Sterf. Vreselijk. Sterf. Oké, ik ga hem ook wel even checken. Er komt ook weer het andere erbij. Lik mijn ballen. Lik mijn ballen. Ja, het is wel gek als kinderen lik mijn ballen zeggen. Dat is wel... Dat is wel gek. Vooral als je dan een dochter hebt. Dus. Ja. Welke ballen? Zie je dat ook nu voor je? Dat de kinderen op school lik mijn ballen roepen. Wat? Hoezo communiceer jij dat nu nog een keer naar Brendus? Nou zie ik het weer voor. Dan gaat Brendus weer zitten fantaseren door jou. Onbegrijpelijk dit hoor. Wat hebben ze weer een plezier. Adriaan, dankjewel voor de gifted sub nogmaals. Ah, Pippi Lankhuis. 3x3 is 6. Wiede. Wat, moet je daar nou ook om lachen? Gewoon 6? Wiede. Wiet. Wil met me roken. Pippi Lankhuis heeft wel een mooi liedje daarover geschreven. Een soort van ongeveer een beetje ongeveer die richting. Ja, nee, dat bedoel ik. Ja, nee, vroeger toen ik bij opa was geweest, zei ik Tomme. Over dom of zo. Ja. Ik heb 2 dochters van 9 maanden. Dus die hoor je... Oh, joh. Dat zal nog even duren dan, ja. En over het algemeen kijken er niet veel vrouwen naar mij. Ja, alleen een paar hele leuke, aardige vrouwen kijken er. Maar die zijn heel zeldzaam. Dus maar misschien kijken ze dan wel in dat geval. Yeah. Ja. Maar wel echt zeldzaam. Een vrouw van ongeveer... Ja, Femke en zo 19, kijken dus. 20, 21, 22. En Tammy kijkt hier, dat bedoel ik. Kijk, dus dat wat ik al zei. Een paar gewoon, maar Tammy, voor de rest... Kijk maar een kat ook. Oh, nee. Slaap lekker, Balky. Tot zaterdag, man. Goedenacht. Ja, je bent zeldzaam. Ja, die zijn zeldzaam. Ja, Linda, jij helemaal, hè? Ja, zeker. Robin, ja, dankjewel voor de bits ook. Balky ook. Pam, 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 pam. Hey, maatje, bedankt voor de race mocht zijn. Ik vond het heel leuk, maar ik moet nu gaan. Zoals mijn vader zei, ik ga jullie verlaten. Dus je vader was wel Nederlands. Of in my great English, of course, you know. Your vader was wel Dutch. Hij gaat het nu vertalen. Oké, een wel, dus dat is een waterput. My father was waterput Dutch. Mm-hmm. Hey, Joran, dankjewel voor de 100 bits. Thank you so much. Ja, het is gewoon een feit. Vrouwen in de chat hier, die zijn gewoon zeldzaam. Mijn humor die valt niet bij veel vrouwen goed, zeg maar, in de smaak. Maar mijn praten. En Brendus natuurlijk, hè. Met Brendus erbij is het ook gewoon lastig. Adriaan, dankjewel voor de gifted sub, man. Thank you so much. Ik ben een echte vrouwenmagneet. Nou. Kijk, als vrouwen de Zuidpool zijn, klopt, ben ik ook de Zuidpool. Ja, ik wou net zeggen, dat werkt averechts. Het ketst elkaar af, zeg maar. Je krijgt het niet tegen elkaar gedrukt. Ik heb geen schema's voor zaterdag. We gaan gewoon beginnen met een spel en we eindigen met een spel. Maar waarschijnlijk bier. En bezopen. Kat bezopen. Dat zou ik bijna nooit zijn, dus dat zal goed komen. Precies. Vooral ook niet met dat bolen en zo. Dat was helemaal nuchter. Met bolen was ik nuchterachtig. Het kon erger. Ik heb niet gekotst. Nee, je had geen fout in de bier. Nee, dat ook niet. Oh! Zo. Ja, dat is wel waar. Brendus Saad begint al te lopen als die vrouwenstem hoort in 5M. Ik denk dat Brendus die valt op pixels gewoon. Brendus die speelt geen Pixelmon, maar Pixelporn. Hé, hey, dat vind ik geen pretje dit. Dit vind ik geen pretje. Dit gaat niet goed. Dit gaat super. Brendus, je glijdt wel lekker door. Ja, Brendus, turtle slide is dit. Ja, oké. Okay. Je moet wel... nou ja, goed. Ik hoef het niet uit te leggen wat je moet. Zo, Jepio heeft geluk, jongen. En daar hou je hem zeg maar niet mee, Brent. Dus,
Nou gaan we met 35 man op een walrijd, dus dit gaat 100% een succes worden. Kasper. Hey Chris, lekker bezig man. Welke valt er nou af? Was jij dat Kasper? Ik zag één iemand van de walrijd vallen. Jongen! Dat was ik niet, kijk maar de stream. Oh, Chris, wat doe jij nou? 360 man, niet te geloven. Wow! Dit is niet mijn race, man. Oh. We zijn nou alweer opgezet. Ja, weet je, als Mark er niet is, dan kan ik gewoon lekker racen. Ja, ik niet. Nee, omdat het nu om skills gaat. Dan heb je geluk. Ja, zie, wat zijn mijn skills? Op innaaien met je auto? Of Nou ja, gewoon skills. Gewoon skills. Je moet gewoon skills hebben, weet je? Wallride skills. Endeldarm skills. Al dat soort dingen. Endeldarm skills ben ik ook goed mee. Maar dan vooral op de rift gedeelte. Dat is echt helemaal mijn ding. Dat vind ik echt leuk. Hoppa! Let op, ik ga nu te traag. Nee hoor, deze jongen gaat gewoon hard zat. Doodles, wat is dat voor goede rijder? Kun je niet bij oude kill man. Maar ik rijd in een non-custom car, hè? Dus Doodles. Ja, ik noem gewoon Doodles. Kill. Jan Doodle. Kill. Kill. Fatunifo. Echt jongen, daar heb ik alleen nog maar bij Snapking hoor. Dat is reet irritant. Ik ben Snapking. Kill. Ik ben kill. Kill, kill. Kill. Nou, er komt nu iemand mij voorbij. Fatu man. Fatu. Zeg gewoon gast. Gewoon gast. Gast. Gozer, hou eens op. Ik kom eraan. Ik ga nou hard. Oké, daar gaan we. Hoppa. Ik zal hier wel weer pech hebben, want dat had ik de vorige keer ook. Gozer, Kasper, hé. Ik heb geen pech, jongens. Ik ga er vandoor, JL, check je later. Yo, Gerben, waarom rijd je tegen de richting in halve zol? Ja, dat moet gewoon soms. Ja, doe gewoon die walrijd opnieuw, man. Oh my god, wie beukt mij nou? Ja, Gerben. Shadow! Geen idee. Dat kan gebeuren, ik weet het. Kan gebeuren. Maar ik vind het niet leuk! Ja, ik wil winnen! Ja! Alleen mijn auto is volgens mij niet echt custom, dus ik heb er eigenlijk niet zoveel aan. Al die gasten zijn pro's. Ik sta tweede. Waarom ben ik opeens non-contact? Wie loopt het te kutten? Oh nee, ik ben ook non-contact hoor. Ja, dat hoort niet. Dat hoort op die walrijd voor. Ah, oké, dan is het goed. Steeds gekkere dingen gebeuren. Nou Shadow, daar gaan we met z'n tweeën met de vlam in de pijp. Ik ga lekker. Als er iemand dat deed, dan zag je het wel rechts in beeld. Want dan zag ik net ook een paar dingen altijd. Oh. Oké. Okay. Als jij Robin ging spectaten, dan kwam dat ook rechts in de staan in GTA-chat. Oké. Okay. Wow. Nou, kan iemand nog crashen voor mij? Want jullie zijn niet bij te houden met mijn trage kakbak. Ik rijd bij niemand in die bal. Onbegrijpelijk. Ik rijd er bij niemand. Goed. Natuurlijk, Kasper raakt er bij niemand, want dat doet hij expres en zo. Nee, bijna. Rustig aan, waarom meteen naar beneden. Waarom ligt de top 6 zo ver voorin? Ja, omdat wij pro zijn en de rest minder. Maar ik heb een kakauto, dus ik heb pech. Jongens, beuk mekaar even voorin, kijk, alsjeblieft. Ik heb de top 6 voorin ligt, man. Oké, okay, dat ging net goed. Allemaal magies. Oké. Okay. Waarom pakt hij de turbo niet? Omdat ik te sloom ging? Nou, super. Turbo. Lekker bezig. Harder op W drukken, dan ga je harder. Oh ja, ik ga hard op W drukken nu. Dit gaat niet goed. Ben je wel als eerste geworden komen met racen? Ja, zo'n 300-400 keer. Maar Ronald beukt hem altijd. Hoezo ik... Jos, gaat het niet zo goed? Nou ja, deze ach, auto's zijn wel anders om mee te rijden, hè? Dat is wel waar. Ach hoor Jos. Ach hoor, schön voor het meen ik. Oké, here we go. Daar gaan we. Oh. En bochtwerk. Ja, super smooth operator. Kom op, dit wordt hem, hè. Kom op. En dan kan ik hier zo eronder doorrijden nu. Jongen, wat soepel allemaal dit, hè. Alsof ik gewoon een professional ben. Ja, en dan gewoon weer zo. Kijk hem gaan. Kijk, ik doe niet veel fout. Ik rijd de perfecte lijn. Ik rijd de smooth operator lijn. Ja, die jongens die beuken elkaar niet, dus daar kun je niet bijhouden. Daar kun je gewoon niet bijhouden, jongens. Non custom, dan zie je het maar weer. Vanavond niet, Pippi, denk ik. Nee, ik ben altijd derde of nu vierde.
Maar dan komt de Ronald. Ronald die beukte mij toen die ging lieven. Ja, Ronald, ik geef je alsnog gewoon de schuld. Vind ik leuk. Hey, daar gaat Jos. Let op, daar gaat hij. Zo, Jos kan het wel hoor. Je rijdt in een dikke Wagner, man. Dat is een fijne auto. Hij gaat niet zo snel. Wagner. Very good car. Wagner. Vanavond, ja, dat is geen eerste geworden. Here we go, here we go. Take me home. To the place where I belong. West Virginia. Mountain van Zorro. Zit er ook een face-to-face in deze playlist? Nee. Nee. Die hebben we al gedaan. We hebben er al 4 gedaan of zo, hè? Don't forget that. Maar Doodles, jij wil nog meer dus, hè? Jij wil nog meer face-to-face. Nou ja, ik gok dat we zaterdag aankomen en nog vast een face-to-face gaan doen. En een dikke trollbox hebben we erin staan. Misschien wel een hunting game. Dus genoeg GTA aankomende zaterdag. We gaan Casper gebruiken voor Dr. Bibber. Wij kunnen wel een nieuwe boyband beginnen eigenlijk, hè? Ja. Hey, wij als boyband. Maar dan mag ik niet meedoen. Nee, tuurlijk wel. Techno is dirigent. Ja. Wat? Ja, nee, niks tegen jouw zangkwaliteit of zo. Maar je ziet vaak ook... Je ziet vaak oude mannen die doen dirigeren. Dus ik kom naast je staan. Nee, maar jij bent dan de andere Rieu, hè? Dus je strijkt wel met de eer. Of met het stokje. Hey, als ik ook zijn verdiensten krijg. Ja, als wij zo'n grote hit maken dat we gewoon overal kunnen optreden, zelfs op Mars. Dan kun jij een enkeltje Mars boeken natuurlijk. Nou ja, ik wil zeggen, op Mars speelt het niet zo moeilijk. Leg een Mars op de grond, ik ga er bovenop staan. Dat zou kunnen, maar een enkeltje is toch wel dodelijk. Ja, ja dat is niet met fijn. Mijn enkel, ja, dat staat zo rot erop. Ja, nee, dat bedoel ik. Dat is echt gewoon kak. Jongens, willen we spreken, Corbin Tap, nu de Christopolis wekker niet stuurt, maar tot voor de keuren, pup. Goedenavond, net klopt met Trin, nu hebben we met thuis vinden, ja. Oké, wat Tiger, leuk man. Met autotune kom je heel eind, ja, dat is waar. Ik denk dat ik Pony Sex heet. Als DJ-naam, of rappernaam, Pony Sex. Gewoon seconde, hè, Pony seconde. Kijk, jij hebt al Ronnie Flex, dus ik moet wel even iets anders, weet je wel. Maar ik vind dat wel goed bekken. Ronnie Flex, Pony Sex. Hoe jij, Brendus? Wat? Hoe ik heet? Ja, nee. Een andere Brendus die hier nu zitten. Nou, Brendus is al een bijnaampje, dus daar houden we het aan. Jij wordt Brendus, dat wordt je artiestennaam. Dat is mijn artiestennaam. We willen er niet dood gevonden mee worden, man. Nee. Maar ja, goed. Ik heb niks anders te kiezen. Oké, de mooi bochtwerk hier. Daar gaat mijn eerste plek. En daarop ploft iemand. Jongen. En wie doet dat dan, Robin? Wie doet dat? Hopla. Is er niet gewoon iemand die lieft dat dat een kick-event is? Lekker begin van de race. Ja, heerlijk. Top. Maar nu gaat het goed komen. Oh, ik heb daarvoor geluk. Hey, Casper. Hi. Samen teamen? Ja. Oké, nou, bonk jij even al de jongens van de baan en dan teamen wij. Luister nou. Ik ga er wel overheen, joh. Ja, goed. Luister nou. Nog weg. Beter. Ah. Oh. Ah, iemand valt bovenop mij. Nee, Doekom, wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Tijn slaat! Dankjewel voor je follow. Wat is best dan? Nou, jij rijdt natuurlijk met de beukers rond. Ja, nee, ik snap. Ja, de plannen voor zaterdag leuk, hebben we geen plannen. Maar, ja. Dat is de plan. We gaan zonder plannen erin. We gaan gewoon de hele dag door en dan komt het wel goed. Dragon, ik ga F over je heen. Ja, is goed. Hallo! Kant op te gaan. Hoppa. Wel veilig? Ik gooi denk ik... Ja. Ja, het is wel een beetje een vies soortje. Techno, heb je een doekje bij je toevallig? Even een Glorixje erbij, want even ontsmetten die boel. Hey, wat doe ik op de helft aan verdraaiding? Hoppa! Werkt het niet. Hoppa! Kijk eens aan, wat een professionals hier allemaal in de club.
Jongens, je kunt de toekomst wel even beuken voor je. Ja, nou, toekomstbeuken is altijd is leuk. Brandus ook wel, want die ligt eerst. Dat, wel dat is helemaal niet waar, ik leg hem maar in eerste. Oh, daar eerst komt Shadow aan. Dat is helemaal niet waar. Oh, daar komt Shadow aan. Nou, beuk toekomst dan voor de eerste. Dat is niet waar. Ja, beuk even, beuken. Waar. Beuk even toekomst. Jongens, beuk nou voorin, man. Jongens, beuk toekomst. Brandus, ruim het team. Ja, nee, ja, waarschijnlijk gaan we... Hey, niet teamen, jongens. Kom op, dat kan niet voorin. Nee, ik wil gewoon nou, pak Kasper maar. Ja. Nou, ik rijd niet voorin, dat is het probleem. Wie toekomstbeuk krijgt bonuspunten. Weet niet hoe, maar in beeld bonuspunten. Gewoon voor de eer. Oké, ik maak mooi bochtwerk hier. Ik voel me net Gerrit met een natte vaatdoek, dus dit gaat snel. Heel snel. Oké, Brendus, als je wil morsen, kun je het nu doen. Ik heb een vaatdoekje bij me. Ja, kut. Ja, nee, je moet niet je kut morsen, gewoon. Ja, het is echt net voor de finish alweer twee van die idioten, man. Ja, nee, hallo, ik ben 7, ik word steeds slechter. Ja, dat maakt me niet okay. uit. Ja, nee, ik ben de hele tijd lekker tweede, lekker aan toeren. Ja, dat zal wel weer. Ik heb gewoon een kakleven. Nieuwe BN'er. Ik wil geen BN'er zijn. Lijkt me echt irritant. Als je dan in een restaurant zit, je gaat ergens eten dat zelfs oude mensen met je op de foto willen. Vroeger die jonge gasten was ook kak. Laat staan als er ook nog oude mensen op de foto willen. En dan helemaal als je liedjes hebt van... Oh, ik voel me alleen, verdriet, maar ik mis jou. Ja, Doedels, ik moest ook nog een keer bovenop je spoilertje landen. Dat ging ook niet helemaal volgens plan. Dat vind ik wel romantisch. Nou mensen, fijne voortzetting. Ik ga een collega, die moet ik even helpen. Ja, jij ja. Fijne voortplanting. Knipoog. Groetjes aan je collega. Ja. Ja. Je hebt nu je vrouw in dienst genomen, zodat het inderdaad werk is. Nee. We zijn gewoon een eigen bedrijf gestart. Ja. Ze hadden ingeschreven bij de KVK en zo. Hoezo zijn gestart? Bonkie Bonkie BV. Zoek maar op jongens bij de KVK, dan weet je dat dat techno is. Hij heeft ook nog een tweede bedrijf, Bobbel en Gleufje BV. Bobbel en Gleufje. Hey, techno succes jongen. Yo, succes met loodgieten. Ja, morgen en anders in ieder geval zaterdag. Welke scène ga je spelen dit keer trouwens? De loodgieten, want die vond ik serieus goed. Nee, de ICT'er. Steeds de wifi man. De wifi man, oh die was ook leuk. Ja, dat je dan zo bij, ja. Nou, succes. Is goed. Ja, doe weer de pantalonnetje aan. Yo, hè. Wel aan ons denken, als je klaar bent. Ja. Altijd aan jou, Bren. Hey, dankjewel. Hè. Nou. Dat vind ik toch fijn om te horen. En laat het niet te lang tochten in die kier, hè. Techno weet nooit wat hij moet zeggen. Die denkt gewoon van, die heeft gewoon zijn computer afgesloten. Nou. Ja, die denkt, shit, ik weet het niet meer. Nee, hij blijft nog even. Oh, hij zit erin. Die slaat gewoon helemaal vast. Die denkt, ik weet niet wat ik hiermee moet. Die zit echt na te denken, ja, wat moet ik hiermee? Nou, nee, dat weet ik al lang, hoor. Oké, nou ja, je kijkt al zo lang, je moet het weten, maar... Ja. Nee, maar spreken jullie zaterdag weer. Hey, tot zaterdag. Hey, yo. Houdoe. Oh, nee, is niet Brabant. Doei. Het beste is ook om niks te zeggen. Eigenlijk wel. Als je niks zegt en niet reageert, dan is er ook niks aan de hand. Als je wel reageert, zoals brandweer en Mark altijd, ja, dan ben je extra de lul. Daar kan ik niks aan doen. Dat is niet lullig bedoeld, maar dat is gewoon zo. Dan is het gewoon grappig of zo, als iemand er serieus op ingaat. Ik hou van mensen die overal serieus op ingaan. Octo doet het ook altijd. Dat is heerlijk. Gewoon je stinkt. Nee, je stinkt zelf! Ja, dat klopt jou. Kan dat? Heb jij... Maar je hebt me laten zweten vannacht. Ah, nee, joh, donder op, joh, viespeuk. Ja, dat vind ik geweldig. In het echte leven is dat ook altijd leuk. Als je in de kroeg bent of zo met mensen, dan kun je zo leuk kloten. Oh, wie zit er op mijn spoorletje te harken? Mooie actie hier, Brennus. Ja, joh. Ook van mij zou je bijna... Oh, zo de knijters. Ja, dat nou. Dat krijgt niemand eigenlijk. Nou, ik lig op de kop hier te naaiballen. Wat een gekloot. Wat een gekloot, ja. Ha! Nee! Ah! Nou, staat die een paal in één keer? Ja, dat is een paal. Dat zijn die dingen die groeien uit de grond. Daar wou je toch op zitten van mij? Nee. Oh. Mag ik een keer? Oh, dat is weer die... Dat is die wallflip. Ja, dan moet Stefan... De wallflip. Yo! Oh, ik raak even de buizen. Ik haal de wallflip gewoon nog met Stefan een beuk geven ondertussen. Stefan. Als jij dan niet had gereden, Stefan. Oh, heerlijk dit.
Ik heb gewoon Casper en Stefan van de banen verbeukt in een wallflip. Oh joh, krijg nou een paar groenteboeren. Sorry. Niks, sorry. Steen in mijn lijf. Steen in mijn lijf. Wat ben ik aan doen? Casper! Hé, hey, nee joh! Nee! Ja! Jonge man! Ja, hier kon ik serieus best weinig aan doen, want het gebeurde. Nee, daar kun je heel veel aan doen. Ik kan deze wallflip niet, dus je hebt geluk. Ik zit te kloten als een... Waarvoor slip mijn auto er gewoon overheen? Moest je niet gewoon op die pijl rijden of zo? En Dizzy rijdt door dan. Ah nee, die slipstream. Ja. Not bad. Oh, you got him legit, man. Oh, ik heb hem. Hey, een goaltje. Hoppa, over de goal. Over de goal. Wat een goal. Ja, die kent niet iedereen in de chat. Over de goal. Maar. Even een tikje, hè, Doodle. Even een tikje. Even een... Ah. Oh, shit. Dit is niet goed. Nou, dan doe ik met je mee. Nou, mag je mij weer een tikje geven? Oh, wat leuk. We kunnen ook gewoon teamen en eerste worden. Ja. Dan word ik eerste natuurlijk, hè. Dat is het beste team. Jij hebt al zoveel eerste plekken. Ik rij zo hard. Ik ben ondertussen nog aan het praten. Jullie zijn allemaal gefocust te gamen. Weet je, dat is toch wel... Hey joh, wat doe je nou? Jongen. Ja, daar zit ik weer in die klote slipstream. Gat van de pielkes. Wat? Waarom doet mijn auto het niet? Wat een kakzooi. Misschien moet je hem even starten, dan is het misschien beter. 88 verbasten. Sean! Met mijn dochter gaat het goed, groeit als een bloemkool. Ach, tuurlijk, dan ga ik weer te zacht. Hup, feestje. Gaat helemaal nergens over. Ja, zo kan ook, en hè. En het praat nu ook, dus dat is ook leuk. Kun je nog een beetje communiceren? Vanochtend de krant gelezen. Nee, stond niks bijzonders in. Nee, zij vertelt mij alles van de krant, hè? Ik hoef dat niet meer te lezen tegenwoordig. Ja, precies. Ja, Mark Rutte had wel wat gezegd, maar dat boeit eigenlijk helemaal niks. Dat vergeet hij volgende week toch wel weer. Ja, geen actieve herinnering aan. Ja, je zit met de beuken, vent. Ja, zij nog vanochtend van, ja, die formatie gaat nog even duren, hoor. Met al die eigenwijze drollen. Ja, en wat er in Frankrijk gebeurt met die boeren, dat is mooi, hoor. Ja, dat is goed spul. Dat is echt scheidzooi, daar. Dat is mooi werk. Doe het om, ik heb hem gewoon nog even, hoor. Ja, wat is dit nou? Waarom gaat mijn auto dan op de kop liggen? Ga nou rechtop, man! Oh! Ik vind het eigenlijk wel goed dat je op de kop ligt. Dus voor mij ben je eerlijk kans dat ik misschien niet al. Nou, ik heb jou net gewoon van de baan gehaald, terwijl ik hem gewoon haalde, hoor, dus ik kan niet tegen jou. Ja, maar ik wil jou gewoon even van de baan houden, dus nou heb jij hem niet. Ja, klopt. Nee. Nee. Nee, niet voor de finish. Nee, niet deze map weer. Yeah, oh yeah, my. Ja. Oh my. Laat maar weer zitten. Laat maar weer zitten. Dit is zo'n kakrace. Ik sta 11. Ik word zo moe van dit spel. En deze race. Ja, hij rijdt er netjes omheen. Ik ga die wallride gewoon zo doen. Nee, niet van de baan af! Ja, wel. Die tweede plek is voor mij en die blijft voor mij, oké? Okay? Nobody gets it. Nobody gets it. Cheater. Dit is hoe de vorige keer iedereen hem deed. Dit is hoe ik hem doe. Laat hij tegen het randje van het platform. Ja, maar dat moet je niet doen, hè. Kijk, Casper. Ik zal je even één ding uitleggen. Je moet nooit tegen het randje van het platform aanrijden, oké? Okay? Ja? Casper? Ja? Je moet nooit tegen het randje van de... Kom op. Je moet gewoon... Think like a pro, drive like a pro. Nee, Pippi, ik heb gewoon geen geluk in mijn leven. Maar dat ben ik wel gewend eigenlijk. Maar kijk, zie hier Casper. Zo, ik heb 25 uur lopen wachten tot ik jou kon spectaten en rij nu door de finish heen. Ja. Ah. Kijk, zo moet hij. Maar. Oké, maar hoe gaat hij hem nu doen? Hoe gaat hij deze doen? Daar gaat hij. En toen komt ze weer toch niet echt in de buurt gekomen. Nee, bedoel ik. Wel, het is een kakrace. Maar ja, ah joh. Ah,
Gaan ze even toekomst spectaten. Eens even kijken hoe die het Wat doen. Was de leukste tijd? Want mijn dochters maken nu echt contact. De leukste tijd was het maken van mijn dochter. Ja. Maar als ik dan nu moet spreken... 2, denk ik nu. Dat ik wel leuk vind als ze beginnen te lopen en eigenwijs worden. Echt, wat een vieze lul ben jij, hè? Maar elke tijd is mooi, dus ik vind alles leuk. Ik zag dat jij Monster Energy nog even gewoon expres van de baan beukte. Ja, hoe maak je zo'n dochter? Ik zag het wel hoor. Ja, dat is op zich niet heel moeilijk om een dochter te maken. Of tenminste, wel. Mijn dochter duurde heel lang om te maken trouwens. Want er waren een paar foutjes gegaan en zo. Dat soort dingen kun je meemaken, dat is heel normaal. Dus het was eigenlijk echt bijna 2 jaar lang hard gewerkt. Robin, die mots uit. Ik zie het weer. Ja, dat had hij gezegd. En bij de tweede heb ik maar één... Er zat iemand die probeerde alles te crashen. Maar ik ken er 2 minuutjes gewerkt. Bij die tweede, dat ging wat makkelijker. Wacht maar tot ze in de puberteit komen. Nee, dat wordt leuk, dan ga ik gewoon mee naar de kroeg, joh. Ik ben niet zo moeilijk. Een jointje op straat en zo. Doe ik lekker een jointje mee. Nou, dat zien we dan wel weer als ze 16 zijn. Ik hoop dat ik nog een beetje jong ben dan ook, hoor. Ik hoop niet dat ik zoals de vaders van mijn generatie zijn. Allemaal, ja, ik ga de krant lezen en dan ga ik naar bed. Ja, jongens, ik ga nog even ruim jij nog even de vaat op, dan ga ik nog even de krant lezen en dan ga ik weer naar bed. Maar even, het is zaterdagavond, ik hou van Holland kijken, jongens. Oh, die digitale krant of de papieren krant? Digitaal tegen die tijd. Nee, dat hoop ik niet. Dat hoop ik niet. Dat vind ik toch... wacht even hoor. Oh. Als Krabbo een papieren blad tevoorschijn haalt, dan zit Heli te kijken van, wat is dat? Het noemt men de krant. Nee, ja. Dat zit hier... Nee, maar ik krijg nog steeds de krant, dus dat kent ze wel. Oh ja, ja, ja. Wij hebben 7 maanden lang gewerkt. Ja, dat is waar. Maar ik denk het nog wel. Papier is altijd handig. Yo, FC Utrecht, dankjewel voor de 5 gifted subs, man. We gaan nou gehaktballen met z'n allen. Oh nee, oh ja, oh. La la la, gehaktbal. Als ik 's ochtends wakker word en denk aan gehaktballen in mijn yoghurt. Het is niet de lekkerste combi, maar. La 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 la, gehaktbal. Nou jongens, gas op die lolly. En Utrecht, thank you so much voor je support. Mag ik even gehaktbal in de chat hier? Heb je geen naam over? Yo, Wesley, daar ben je er vroeg bij, ouwe. Of jongen, daar ben je er heel vroeg bij. Lekker. Als ze 18 zijn, is hij pas 39. Gehaktbal. Nou, dan gaan we met de slow-mo het over. Hoppa. Hey, Utrecht, thanks voor je support, man. Kom nou. Thank you so much voor de support. Hoe gaat het er bij Utrecht? Ja, die crash up tent zal wel. Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk eerder dat het gewoon van GTA zelf is voor mensen die lieven. Want je hebt ook geen namen, dus dan hebben we er ook niks aan. Gok ik zo. Zeker. Maar beloven was ooit... Hey, Brandoes. Hey, mond. Toen we 20 waren... Ha! Toen 20 was alles gelukt. Hey, kijk eens aan. Ja, ik kom je wel even inhalen, joh. Maar je mondje, joh. Kom gewoon even naast je rijden, joh. Houd op met je klootkeven. Ja, moet jij zeggen, je bent dezelfde club. Oh! Wie? Ja, dat is Magic Mike weer. Oh, echt waar. Het is dat dit online is, hè. Want anders hadden er zoveel mensen echt last van mij gehad. Ja. Hoppa, en weer door. En weer mooi door. Wat een snelheidsmonster ben ik. Kijk, als die mensen achter mij nou een keer gewoon gunnen... Gaat niet gebeuren, dat weet je zo. Nee, ik rij nu al verkeerd zelf. Ik rij 1 keer naar... Ik wil een beetje strijd hebben. Ja. Yeah. Dat is het vooral. Je moet met het ding geen slips krijgen, want anders heb je dat ding voor een meter. Je bent zelf geen meter. Nee, dat klopt hoor. Ik ben zelf 1 meter. Echt, ik rij 1 keer naar de chat en ik rij weer mis. Maar dat komt door die gasten. Robin, kappen met mod shit, zet uit. Dat werkt echt niet. Dat gekut in die chat de hele tijd is echt irritant. Brandus, jongen, echt waar, jongen. Daarvoor reed ik nu mis, hè. Dus ik verlies nog mijn race ook hierdoor. Oh, no. Gescheld en gepiemel. Het gaat hard,
ding. Hoppa, let's go! To the moon and beyond. Ja, dit gaat lekker. Alvin! Ja, la 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 la, gehaktbal. Ja, what the fuck, staat mijn auto gewoon hier stil. Echt, want die dingen rijden voor geen meter, man. Nee, dat weet ik ook. Ai, ai, ai. Auto. Oh, oh. Ai, ai, ai. En we zijn blij. Brendo's, jongen, echt! Jeetje, ik schrik met de pleuris, man. Hou mijn oren. Dit is een Casper. Ja, wat is dit nou weer, auto? Waar heb jij nou last van, Casper? Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk! Nee, rij maar door, rij maar door. Moet je het anders even uitleggen? Ga je dan nu eindelijk eerste worden? Nee. Nee, gewoon Rendo's. Niet. Rendo's! De biel, jongen. Ben je daar nog met elke auto kun je van de rand af rijden, maar ja, met deze auto was het niet zo slim. Yo, als je met deze auto van de rand af rijdt, dan... Hé, hey, Alvin, dankjewel voor de 4 maanden sub, my friend. Thank you so much voor je support. Dankjewel. Struisvogel, welkom bij de club. Dat komt allemaal door FC Utrecht. Dus bedank even FC Utrecht hier met de gifted subs. FC Utrecht. Gaat goed. Ik ben blij dat het goed gaat. Dat is goed om te horen. Yo, Jesse. Voor de finish op plof. Man, man, man. Nou ja, ik Karma was eerste en ik crashte ervoor. Karma race mode. Karma. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond en het duimpje omhoog te doen. Als je merchandise wil, link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo, 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 yo.